Vraag 34 van het examen geluid in huis. James meet het geluid van twee tonen achter enkel glas. Je ziet afbeeldingen van zijn metingen. Vergelijk de toon van 10.000 hertz met de toon van 100 hertz op 4 meter achter het enkel glas. Nou, wat zie je nou? Ik heb hier een opstelling en ik heb hier een opstelling. Ik heb een toon van 100 hertz en ik heb hier een toon van 10.000 hertz. Ik heb hier een enkel glasplaatje voor. Dit produceert de toon. En ik ga even op 4 meter erachter ga ik meten wat het geluid is. Nou, vergelijk de toon van 10.000 hertz met de toon van 100 hertz. Nou, 100, je kunt dus 10.000 hertz, wil zeggen dat je 10.000 keer per seconde een slinger maakt. En 100 hertz dus 100 keer per seconde. Maak elke zin compleet. De toon van 10.000 hertz heeft dus een amplitude. Zou die groter zijn of kleiner zijn? Dus hoe harder het geluid, hoe hoger de amplitude van een slinger is. Van een sinus. Je ziet hier dus die sinus. En als het geluid harder zou worden, dan zou het geluid dus een beetje lastig te tekenen. Maar dan zou het geluid dus, als hij harder zou worden, zou het, ja, zien we wel, kan het dus niet goed tekenen. Zou het geluid dus, zeg maar, hoger en lager uitkomen. Dus dat zou, zeg maar, een harder geluid betekenen. Een geluid met een hogere frequentie gaat dus veel vaker trillen als een toon van een lage frequentie. Nou, een beetje slecht getekend, ik snap het. Volgende keer zal ik dit echt gaan verbeteren. Je ziet dat een sinus van het geluid, als het geluid dus harder zou klinken, zou die dus hoger zijn en lager zijn. Dat zijn dus die dB's. Is de trillingstijd dus sneller, dus een hogere frequentie, dan zou die dus veel sneller en veel vaker voorbij komen. Nou, dit gezegd kunnen we dus kijken naar de som. En de toon van een 10.000 hertz, die van 10.000, daar komt op het eind 89 decibel uit. En van 100 hertz 95 decibel. Dus deze klinkt veel harder als deze. Dus de toon van 10.000 hertz heeft dus een kleinere amplitude. De toon van 10.000 hertz, die komt dus veel vaker voorbij als die toon van 100 hertz. Dus die heeft ook een kleinere trillingstijd.